Christine. Ze heette eigenlijk Christine met CH, maar zelf op haar doodsbrandje is het Christine met een K. Mama. Altijd, altijd mama. Ik ben gewoon een hypersensitief persoon. Dat is iets. Ik ben er ook voor in therapie gegaan, omdat dat iets is dat in de dag van vandaag en vooral op de werkvloer is dat iets dat niet meer geapprecieerd wordt precies. En daardoor vind ik het enorm tof en ben ik ook heel dankbaar als muzikant dat daarin wel heel hard kan geapprecieerd worden. Het is eigenlijk een stomme foto van de scan uit het fotoboek. Het is niet de meest flatterende foto, maar het is de enige foto waar ik ook mee op sta. Muziek beluisteren, muziek creëren, muziek schrijven. En al die verschillende dingen zijn voor mij wel een vorm van medicijn, letterlijk, of therapie. Bepaalde muziek luisteren bijvoorbeeld, kan mij echt, zelf in de zwaarste dip, bepaalde nummers gaan me er altijd wel doorhelpen, al is het maar in de 3 minuten dat nummer duurt. Schrijven hetzelfde, songtekst afwerken, geeft mij persoonlijk heel veel voldoening. Ook omdat ik altijd, ik weet niet, ook door de gebeurtenissen van de voorbije jaren zware thema's aanhaal, kan ik dingen een plek geven. Door teksten, eigenlijk door zaken te verwoorden. Je wordt verplicht jezelf bepaalde emoties om te zetten in woorden, waardoor je die emoties beter begrijpt. En dan het muziek spelen en het live brengen. Vooral dat eigenlijk, ik dacht, ik had eerst heel veel schrik van, nu gaan we toeren met een plaat die over het verlies en de dood van mijn mama gaat. Gaat dat niet heel zwaar zijn om dat elke week terug live op te rakelen? Maar het is in plaats van zwaar, vind ik het heel mooi en breng het mij elke keer ook een beetje dichter terug naar mijn mama of zo. Het heeft me ook geleerd om, als iemand overlijdt in uw omgeving na een zware ziekte, ze is 6 jaar terminaal geweest, het is heel moeilijk om dat beeld uit uw hoofd te schrappen. Maar ik wou niet alleen dat beeld in mijn songs, ik wou ook het beeld van mijn lieve mama die nog gezond was en een heel fijne vrouw was, wat ik ook kon vatten. En daar ben ik wel in geslaagd, ook door die muziek. Dus het heeft mij op heel veel vlakken de laatste jaren geholpen. En niet als een medicijn, maar veel beter als medicatie, want er is geen medicatie die zo goed werkt als muziek. Hello.